Inleveren via Som. Daarvoor ga je naar de agenda van Som en ga je naar het vierkantje. In het vierkantje, als je daarop klikt, dan krijgen we namelijk de absentie in beeld. En eh, die hebben we nodig. Ik kan het beginscherm even niet laten zien vanwege namen van leerlingen. We gaan naar huiswerk. En eh, in huiswerk voor deze klas, daar kan ik huiswerk bijvoegen. En als ik ga bijvoegen, dan wil ik een inleverperiode doen. Want een opdracht is eigenlijk een inleverperiode die je doet. Daarvoor moet dit vinkje aanstaan. En dan komt er onderaan in je schema een inleverperiode staan. Nou, die inleverperiode die gaan wij nu aanmaken. Je klikt erop en dan krijgen we hier dat we een, uh, een omschrijving moeten geven. Nou, die omschrijving die kan zijn uh, lever in. Dan staat hij al bijna. En zet daar ook in je klas, want dat is even praktisch. Dan weet jij namelijk zelf waar je dat kan terugvinden. De openingsdag, vandaag. En de dag waarop je het terug wil hebben, bijvoorbeeld aan het uh, einde van de week. En we willen ook nog even een tijd invoegen. Uh, bijvoorbeeld, ik wil alles binnen hebben tot uh, om 4 uur. Of ja, tot 4 uur kunnen ze inleveren. Uh, dan hebben we nog plagiaatcontrole. Dat kan je uit en aanzetten. En je kan nog uh, berichtjes aanzetten. Als je dat aanzet, krijg je van ieder leerling die inlevert een berichtje automatisch doorgegeven. Dat kan je ook laten. Oké, okay, die hebben we klaar. Dan gaan we spullen erbij zetten. Want je kan namelijk nog een extra URL invoegen. Een site of een filmpje. Met die knop. Uh, je kan ook je eigen bijlagen toevoegen. Uh, dat doe je op, die manier, op deze manier. En dan moet je ook nog even huiswerkomschrijving doen. En je moet de titel van het huiswerk aangeven. Dan kunnen de kinderen het goed terugvinden. Succes ermee!